zijn vandaag gestart met de tweede reeks van de Mono-campagne. Mono betekent natuurlijk ongestoord onderweg. Niks doen als je aan het fietsen bent bijvoorbeeld, dan op het verkeer letten. Dus de jongeren die met de telefoon aankomen, ja, die hebben we aangesproken. En zeggen, joh, dat moet je echt niet meer doen. Vanaf 1 juli wordt het ook verboden. 95 euro boete. En dat doen we allemaal omdat we willen dat iedereen 's avonds weer veilig thuis komt. Veel leerlingen die Mono al kenden. En ze gaven ook wel toe dat ze zich er niet altijd aan houden. Dus het gesprek erover aangaan, dat is denk ik al heel goed gelukt vandaag.